Hoi, welkom bij Cosmo Video. Vandaag ga ik laten zien hoe jullie deze bouncy krullen met toiletpapier kunnen maken. Ook laat ik je zien hoe het niet moet om te voorkomen dat je dit krijgt. Stap 1. Borstel je haar eerst goed door. Pak een middelgrote pluk. Ik kies ervoor om haar in 8 stukken te verdelen, zodat je wat grotere bouncy krullen krijgt. Zorg dat je pluk niet te klein is, want hoe kleiner de pluk, hoe kleiner de krullen. Maak de lok nu eerst vochtig. Vouw je toiletpapier in een reepje. Vouw hem dan om je pluk heen op een zo laag mogelijk punt. Rol hem dan op tot oorhoogte en maak er een knoopje in. Hoe hoger je haar inrolt, hoe eerder je krullen beginnen. En daar krijg je dus geen losse bouncy krullen van. Doe wel een beetje voorzichtig, want omdat je toiletpapier nat is geworden, kan het snel breken. Ze zijn goed droog, dus nu ga ik het eruit halen. En tadaa! Nu heb je dus bouncy losse krullen zonder hitte en zonder haarbeschadiging.